welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe adventkalender van Nivea. Maar dat weten jullie al, anders hadden jullie niet op deze video geklikt. Dit wordt de tweede adventkalender die ik dit jaar unbox. De eerste was van Essence, die staat al op mijn kanaal mocht je hem hebben gemist. En vandaag is Nivea. Vandaag gaat het dus over skincare. Meestal unbox ik echt make-up adventkalenders. Maar ja, ik dacht let's switch things up en laten we een keer een andere soort kalender unboxen. Elk jaar komen hun ook uit met een kalender. En dit is... als ik me goed herinner, de eerste keer dat ik hun kalender unbox. Dus ik ben echt heel benieuwd wat er allemaal in zit. Maar het gaat sowieso allemaal vooral skincare zijn. Ik ben zo benieuwd. Ik hou van adventkalenders. Als je dus niet wilt weten wat erin zit, is deze video niks voor jou. Spoel dan gewoon door naar het einde. Dan kun je zien wat ik ervan vind. Maar ik ga dus vandaag deze hele kalender unboxen en kijken wat erin zit. Als er nog meer kalenders zijn die jij graag zou willen zien op mijn kanaal, let me know beneden in de reacties. En ja, laten we gewoon beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze unboxing. Oké, voordat ik begin zal ik even vertellen over mijn make-up. Deze look heb ik gemaakt in de video waarin ik de Kiko Blue Me collectie heb getest. Die video staat ook al online op mijn kanaal. En dan kun je zien hoe ik dit heb gecreëerd. Wat heb ik op mijn lippen? Mijn fave nieuwe ontdekte lip combo. ABH Lip Pot, een loodje in de kleur Cool Brown. En deze nieuwe Essence Lip Gloss in een prachtige nieuwe kleur 03 Milky Coca. I love it. Deze hebben jullie ook gezien in de Essence test video die ik laatst heb geplaatst. Ik ben er echt nog steeds erg blij mee. Maar goed, we gaan het vandaag hebben over deze kalender. Dit is de Nivea 2022 adventkalender. Ik zal een beetje naar achteren gaan. Ik vind de verpakking echt al wauw. Wacht, deze moet eigenlijk een beetje zo in het midden. Hier achterop staat ook wat erin zit en hieronder ook. Maar ik heb daar expres niet naar gekeken, want ik wil het niet weten. Ik wil echt gewoon worden verrast terwijl ik het openmaak. Hij is niet heel duur. Hij is 42 euro. Valt mee. Is een oké prijs voor een kalender. Voor de mensen die niet weten wat een adventkalender is. Een adventkalender is dus zo'n kalender waarbij je in december, vanaf 1 december tot en met 24 december kerst, elke dag een vakje openmaakt. En dan heb je elke dag een cadeautje voor jezelf. Tot aan de grote dag kerst. De meeste kalenders hebben 24 vakjes. Sommige hebben 25. En je hebt ook mini kalenders met bijvoorbeeld 12 dagen. En het is ook een heel leuk cadeau om aan iemand anders te geven, vind ik persoonlijk. Ik zou echt heel blij zijn als iemand mijn adventkalender cadeau geeft. En ik ga ook weer dit jaar gewoon zoveel unboxen als dat ik kan. Dus ja, let's do this. Laten we hem gewoon openmaken. Ik ga dit eraf halen. Oké, en we kunnen gewoon gelijk beginnen met openmaken. Want hier zijn alle vakjes en hierachter ook. Dus we moeten gewoon op zoek naar een vakje dag 1. Online staat ook dat alle producten die hierin zitten geschikt zijn voor elke huidtype. En ook voor de droge en de gevoelige huid. Dus ja, dat is goed om te weten. Hij is ook echt best wel zwaar, jongens. Dit is by the way de achterkant. Ik vind het echt zo leuk. Dit brengt me echt helemaal in de Christmas vibe. Echt heel mooi gedaan. De verpakking heeft echt al 10 punten. Oh, hij is zo zwaar. Ik ben hem nou aan het vasthouden met zo'n één arm. Hij is echt zwaar. Oké, in ieder geval laten we op zoek gaan naar dag 1. De getallen zijn niet echt heel goed te zien, omdat er zoveel happening is. Oh, hier. Ik zie al hier een vakje nummer 1. Oh jongens, daar gaat weer mijn manicure. Maar oké. Laten we hem openmaken. Ik hoop dat het een beetje makkelijk open gaat, maar oh, volgens mij niet. Oké, hier is vakje 1. Een bal. We hebben een bal. Oh, jongens, dit vakje is te klein voor wat erin zit. Het wil er bijna niet uit. Het is eruit. We hebben een kleine Nivea. Alles is ook in het Duits. Dat is niet echt heel handig, want ik kan geen Duits. Dit is in ieder geval een crème. Ik weet niet. Echt letterlijk alles is in het Duits. Waarom hebben ze niet gedaan Duits en Engels of zo? Dan had ik nog geweten. Ik denk dat dit gewoon een 24 uur hydratatiecrème is. Dat is wat ik denk. Dat is wat ik hier uithaal met mijn klein beetje Duits dat ik kan. We gaan verder met vakje nummer 2. Dus dag 2. Ik moet wel zeggen, het is wel echt helemaal volgepropt. Het is zo volgepropt dat ik de vakjes gewoon bijna niet open krijg. Deze is iets groter in ieder geval. Oeh. Wat is dit? Ik denk dat we vooral crèmes gaan krijgen. Nivea shampoo. Oh, dit is een mini versie van een shampoo. Volume shampoo. Oké. Okay. We krijgen wel vooral mini versies van een staf. Nummer 3. Oh, die ging makkelijk open. Dat is wel fijn. Maar hij gaat zo naar binnen open. Maar ik moet hem naar buiten hebben, zeg maar. Oh, oké. Okay. Alles heeft ook allemaal zo'n extra flapje, zeg maar. Dat is ook wel apart. Wat hebben we hier? Oeh, oogmake-up remover. Deze gebruikte ik echt voor zo'n lange tijd. Deze is echt heel erg fijn. Ik hou van hun oogmake-up removers. I love it. Ik kan nummer 4 niet echt vinden. Misschien aan de andere kant. Oh jongens, dit is echt een workout voor mijn arm. Ik zie wel nummer 5, maar ik kan gewoon legit nummer 4 niet vinden. Wat de F? Oh, hier is hij. Ik ga stuk. Kijk even hoe klein hier nummer 4 staat.
Oké, in ieder geval. Hier is nummer 4 dus. Deze is volgens mij best wel groot. Waar moet die open? Oké, mensen, ik denk dat ik assistentie moet inschakelen, want het gaat gewoon allemaal echt niet makkelijk open. Oké, nummer 4 is dit. Wat is dit? Volgens mij is het... Is dit om te koken? Ik ga stuk. Dit is denk ik echt ook... Ik ga stuk. Dit had ik niet verwacht. Dit is ook heel leuk om een sterren pannenkoek te maken. Je zet zo dit in de pan en dan doe je zo iets erin. Cake, beslag, pannenkoek, iets. En dan wordt het zo een ster. En er staat hier ook zo'n eetsymbool op. Dus ik denk dat dat het is. Dit is het laatste wat ik had verwacht in deze kalender. Oké, next up nummer 5. Die is hier zo in de hoek helemaal verstopt. Oké, wat hebben we hier? Een envelopje. Letterlijk een envelopje. Oké, ik ben wel heel benieuwd wat hierin zit. What the f? Ik vind het wel heel cute, zo'n envelopje. Dit is een armbandje volgens mij. Oké, er staat op dat je hem om moet doen en een wens moet doen. En dan als je hem de hele dag draagt, dan komt je wens uit. Ik weet niet wie dit heeft bedacht. Het is wel heel uniek, maar uiteindelijk als ik gewoon kijk naar wat je krijgt, is het gewoon wel gewoon prul. Hier beneden is nummer 6. Oeh, deze is groot. Wat krijgen we nou? BB cream. Ook altijd handig om te hebben. Heel veel mensen gebruiken dit. En het kan ook voor heel veel huidskleuren. Hier is nummer 7, hierboven. Mensen, ik ben echt aan het struggelen met dit ding vasthouden, openmaken en alles. Oké, wat hebben we hier? Zeep. Strawberry and Milk Care Soap. Dit is dus gewoon een blokje zeep. Nummer 8 is hier zo. Oeh, die ging wel lekker makkelijk open. We hebben een zakje. Letterlijk gewoon een zakje. Oké. Misschien dat je hier iets in kunt doen als cadeautje voor iemand of zo. Bijvoorbeeld zo deze, dit blokje zeep zo. En zo dicht. Of je hangt hem zo aan je boom. Waarom valt alles uit mijn handen? Oké, next up is nummer 9. Deze gaat ook wel een soort van makkelijk open. Oké, ik maak het gewoon helemaal kapot. Ik heb schuit. Hebben we hier een masker of iets? Ik denk een masker. Good Morning Fresh Skin gezichtsmasker. Ja, en dit zijn er volgens mij 2. Ik hou altijd van gezichtsmaskertjes. Next up, nummer 10. Dag nummer 10, die is hier. Deze is best wel groot. Ik hou altijd van grote vakjes. Ik ben dan altijd heel benieuwd wat erin zit. Handcreme, tuurlijk. In elke adventkalender hebben we ook handcreme. Maar dit is een van de weinige kalenders waar ik het gewoon ook helemaal volkomen begrijp. Nivea heeft ook gewoon echt heel veel crèmes. Dus handcreme is, ja, logisch. Wat was dit? Nummer 10, volgens mij. Nu komt nummer 11. Nummer 11, die trein komt vanzelf. Dat heb ik gewoon net verzonnen. Deo, denk ik. Ja, Pure and Sensitive Anti-Transparant Deo Roller. Deze is full size volgens mij. Nummer 12, die is hier. Ik ga gewoon dit hele ding open scheuren gewoon. Ik heb gewoon geen zin meer om te struggelen. Labello, natuurlijk. Nivea heeft ook altijd heel veel labello's. Maar het is een scrub. Het is een Labello scrub. Dus geen normale Labello ballen. Oké, ook fijn om te hebben. Heb ik nou hier alles opengemaakt? Volgens mij is dit gewoon tot en met 12. En dan kunnen we nu gaan beginnen aan de andere kant van de kalender. Waar is nummer 13? Hier is nummer 13. Ongeluksgetal nummer 13. Maar hopelijk is wel gewoon een goed product erin. We hebben... Geen idee, het is verpakt. Oh, een nagelvel. Tuurlijk, ook in elke kalender moeten we een vel hebben. Ik vind het wel mooi, zo ombre-achtig. Kun je lekker zo je nagels veilen. Nummer 14 is echt een heel groot vakje. Dit is de grootste tot nu toe. Dus ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Iets van een crème weer. 24 Hour Rose Water Gel Crème. Ik denk dat het gewoon een gel crème is voor je gezicht of zo. Ga naar nummer 15. Die is hier. Weer gaat hij naar binnen open. Dat is zo irritant als dat gebeurt. We hebben weer iets van een crème volgens mij. Ja, het is een crème, maar ik weet niet precies voor wat, want alles is natuurlijk weer in het Duits. Ik denk gewoon voor het gezicht. Oh nee, handcreme. Het is een handcreme, jongens. Dit is een hele grote handcreme. Ik had niet per se 2 handcremes gewild in een kalender, maar oké. Hier hebben we dan nummer 16. Die is ook wel groot. Een groot vakje, maar wat erin zit is heel klein. Oké, dat was een beetje onnodig. Laten we kijken wat hierin zit. Ik vind het altijd leuk als het zo extra is verpakt. Dan heb ik gewoon zo'n extra cadeautje. Oh, gewoon een kleine spiegel. Handig voor etas. Even kijken. Nummer 17. Deze is een beetje klein. Oh, gewoon de welbekende Nivea crème. Die je voor letterlijk gewoon alles kunt gebruiken. Deze was ook wel echt te verwachten in de kalender. Dan hebben we hier nummer 18. Oeh, dit is ook wel iets...
beetje aan de grotere kant. Body milk, dus voor je lichaam. Hebben we volgens mij nog niks gehad voor het lichaam, dus hier ben ik wel blij mee. Tenminste niks wat echt specifiek is gericht op het lichaam. Nummer 19, ook weer hierboven, ook weer een beetje klein. Oh, ik maak echt alles weer kapot hier. Wat hebben we hier? Ik denk weer een gezichtsmaskertje of zo. Ja, een anti-age masker en ook weer 2-in-1, zeg maar. Je hebt er dus 2. Nummer 20 is hier in de hoek. Weer iets wat is ingepakt, weer zo'n kleine verpakking. Volgens mij is dit een haarspeldje. Denk ik. Gewoon zo voor in je haar. Of voor hier. Geen idee. Ik denk voor in je haar. Oké, we gaan verder met nummer 21. Jongens, we zijn bijna klaar. Oeh, weer iets van een crème. Of course. Crème die hydrateert. Ik denk gewoon een crème voor wat je ook wilt gebruiken. Met jojobaolie en vitamine E. Hydrating crème. Oké, dus gewoon een crème die hydrateert. Nummer 22. Weer een beetje groot. Dat vinden we altijd leuk. Oeh, is dit ook weer iets van een make-up remover? Micellair water. Dit is micellair water. Daar gaan ook heel veel mensen heel blij mee zijn, denk ik. Nummer 23, die is hier. Ik hoop dat hier weer ook iets goeds in zit. En ik maak weer heel dit ding open. Ben ik 18 vergeten? Dit is nummer 18. Oh nee, hij is leeg. Ik dacht even, ben ik nou die vergeten wat er is? Ik maak echt gewoon alles kapot nou op dit moment. Nog een labello, maar dit is wel gewoon een normale. Dus niet een scrub, maar gewoon een normale labello lip balm. En dan last but not least hebben we hier nummer 24. Meestal is de laatste de beste. Niet altijd, maar vaak wel. Oeh, wat is dit? Volgens mij is dit een nachtcreme. Maar nogmaals, alles is dus weer in het Duits. Maar ik zie erop staan een nachtpluffleggen. Ik heb geen idee, ik kan geen Duits, maar ik denk een nachtcreme, denk ik. Oké, dat was het dan toch? 24 vakjes. Ja, het is helemaal leeg jongens. Oké, nou dit was dan de Nivea 2022 adventskalender. Wat vonden we ervan? Ik vond het best wel een oké kalender, vooral voor de prijs. Er zaten een heleboel producten in die ik gewoon verwachtte, zoals alle crèmes, etc. Maar ook een heleboel producten die ik absoluut niet had verwacht, zoals dit. Hoezo moet dit in een kalender van Nivea? En ook dit had ik niet verwacht. Dit haarproduct had ik niet verwacht. Dus ook wel een aantal unieke producten die ik niet had verwacht. Maar al met al best wel leuke producten. We hebben ook iets van make-up. Dit is een soort van make-up. Dus dat is ook wel leuk. Dus ja, al met al vind ik het gewoon wel een oké kalender. Echt wel producten die ik gewoon zou gebruiken. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Vinden jullie dit een leuke kalender? Of heb je iets van, nou, ik vind het echt allemaal prul. Ik ben heel benieuwd. Let me know beneden in de reacties. Nou, of vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!